En daar gaat de 15-jarige Fleur de Bruin met Dayo, de Duitse staander. In deze variant op het canicrossen, het zogenoemde bike jury. Het is wel ook inderdaad de bedoeling dat je meetrapt, anders heeft de hond het wel zwaar. De honden hebben er duidelijk zin in om het baasje te trekken. Maar er zijn voorzorgsmaatregelen. Voordat ze gaan starten moeten ze eerst door de controle van de dierenarts. Nu hoor ik ook één hond is loops. Ja, die moet achteraan beginnen. Anders krijgen andere hondjes er zin in, geloof ik. En dit is dan het echte canicrossen. Hier zit allemaal zand en allemaal modder, dus je glijdt steeds weg. Dus het was echt heel spannend.